is leuk werk hier zo. Een beetje de polder in kijken. Dat hebben we bij de vaste baan door de week helaas iets minder voor elkaar. Vorige keer zagen we dat Floris het dirigeerstokje overnam van Danny. Ja, ik liep naar Danny toe en zei, joh, dit zijn de stukken, heb je een bosje partituren. Dus ik zei, mag ik ook dan je dirigeerstok, want ik heb dat allemaal niet zo erg meer bij de hand, die spullen. En blijkt dat liefde voor muziek je ver kan brengen. Alles is via de muziek op mijn pad gekomen en dan sta ik eigenlijk te weinig bij stil. Je bent er handig in, zie ik. Ze verdienen er maar een paar cent per kilo mee. Toch wordt er al sinds jaar en dag oud papier opgehaald in het dorp. Ik denk van misschien wel 60 jaar dat de fanfare papier ophaalt. Ja, het is oud papier, maar soms zeggen we wel eens, oh, dat is voor oud muziek. Ja, als eerste natuurlijk voor nieuwe instrumenten te kopen. Daarnaast de dirigentkosten, huur aan het gebouw, wat we moeten betalen natuurlijk. Dus ja, dat soort dingen gaat er geld aan op. Er kan niet genoeg oud papier staan, ondanks dat het best wel zwaar is af en toe. Nou is het weer weg. Goed, bedankt weer. Ondanks dat het hele dorp zijn oude kranten bewaart, is de opbrengst minder geworden. Nou, we hadden tot vorig jaar altijd de container staan aan hier langs de Maas. Alleen dat is niet meer sinds dit jaar. Dus we hebben in de route meer papier, maar ja, daar mis je dus wat. Dus we merken toch dat we minder opbrengsten hebben. Ja, geld is een grote zorg. Altijd, maar nu zeker, ja. Goed. Hoe gaan we eens even een paar meter verder? Dit is afzien, ja. Voor iemand die normaal de hele week op kantoor zit, dan dat is hard werken. Ik ben accountant. Ik heb heel veel controleren over gemeenten en woningcorporaties. Daar doe ik altijd accountscontrole bij. Dus dat is wel even wat anders dan papier laaien. Ja. Jaap zit al sinds zijn jeugd bij de fanfare. Al 21 jaar denk ik. Ik ben nu 28. Dus dat is al een hele tijd. In groep 4 begonnen. Op muziekles. Slagwerk gelijk. En toen na een jaar of twee denk ik bij het jeugdorkest. En later bij het grote orkest. Ik van kleins af aan. En mijn vader en mijn broer. Oom, tante, nicht. Andere tante. Het hoort er gewoon bij, ja. En je weet... Oh, die is leeg. Je weet niet beter, nee. Het is gewoon... ik zou ook niet... Ik zou ook nooit kunnen stoppen of zo, denk ik. Dat mag je ook niet. Nee, maar ja. Het hoort er gewoon bij. Jaap woont tegenwoordig in Breda. Maar kan Ander niet zomaar loslaten. Ja, toen wij naar Breda gingen, toen dachten we van... we komen hier ooit nog wel weer terug. En dan wil je toch eigenlijk je sociale leven hier gewoon in stand houden. Want je kan ook zeggen van ik stop hier met alles, met de voetbal, met de muziek en dat bouw ik in Breda op. Maar we hebben toch voor gekozen eigenlijk om dat hier te houden. Dus ik rij elke maandag voor de repetitie heen en weer. En dan probeer ik op donderdag nog te gaan trainen bij de voetbal. Maar dat lukt dan al lang niet altijd. En dan op zaterdag heen en weer om een wedstrijd te voetballen en om oud papier op te halen. Ja. Ja, ik denk dat er toch best veel mensen echt veel tijd kwijt zijn.
Ja, ik zeg altijd, er is een halve baan erbij. Ja, nou, dat denk ik ook wel. En dan heb je ook nog de repetities iedere maandag. Als je een instrument bespeelt, moet je dat elke dag oefenen. Nou, de groepsrepetities is anderhalf of twee uur in de week. En dan de normale repetities op maandagavond. Die gewoon continu gewoon doorgaan. Dus dat is de tijd die je er dan in moet steken. En hoewel het nu weer een gewone maandagavond lijkt, is de insteek toch wat anders. Er wordt gerepeteerd voor het Streekfestival. Voor het eerst met Floris als dirigent. De opmaat naar het Streekfestival was natuurlijk spannend. Want we hadden onze oude vertrouwde dirigent hadden we niet meer. Die was weg. Gaat hij? 1. Hakkadina. Tam, tam, tam. Precies, die zijn het, hè? Daar gaat hij. 1. Etakakakikiriri. Dat is alvast goed. Nog een keer. Etakakakikiriri. Gaat u nog een keer? De eerste zag je zo vooral gearticuleerd. 1, 2, 3. Ik kan één. Hakkadina en één. Precies. Rindarida, die hoor je altijd natuurlijk. Maar kakaka, kakaka kingarihi. Dat moet er zijn. Anders van Varenkorps speelt Vita Eterna. Een moeilijk stuk waar de vorige dirigent Danny Oosterman een begin mee heeft gemaakt. Dus toen ben ik maar gewoon aan het repeteren gegaan. En dat voelt natuurlijk een beetje vreemd, hè? Een beetje awkward. Het kost gewoon heel veel oefening voordat het een beetje vanzelf gaat lopen eigenlijk. En voor een orkest als Andel is dat natuurlijk gewoon bijzonder lastig, technisch. En dat is eigenlijk voor te veel mensen technisch erg hoog gegrepen. Ik was ook nog even op vakantie, dus ik kon nog niet alles doen. Ik kende dat stuk ook niet goed, hè? Dus dat gaat allemaal minder snel dan wanneer je dat langer kunt voorbereiden en al zelf allemaal aan hebt gewerkt, et cetera. En daar kwam bij dat er allerlei dingen over de bezetting nog helemaal niet op orde waren. Ja, dat is wel een probleem, hè. En dat heeft eigenlijk iedere vereniging wel mee te maken. Want als het voor hem zo makkelijk zou zijn, dan was het misschien voor ons ook niet zo moeilijk. Ondanks dat er soms te weinig muzikanten zijn, leeft de blaasmuziek wel in het land van Heusden en Altena. Eigenlijk ieder dorp heeft wel een muziekvereniging hier. En dat zie je niet zo gauw of niet zoveel meer. Bijvoorbeeld in het Gelderlandse, dat het hier ook heel kort bij ligt. Ja, dan heb je niet meer in ieder dorp een vereniging zitten. Gijsbert van Rijswijk is al meer dan 20 jaar lid van de vereniging. Stond bij ons in huis een trommeltje. En ik zag mijn vader toen ik klein was spelen, onder andere ook bij AFC. En ik schijn vanaf kinds af aan al geroepen te hebben dat ik dat ook wilde. Dus ja, op een gegeven moment is de stap gemaakt om op les te gaan. En Anders van Varenkorps is de vereniging in ons dorp. Dus ja, automatisch ben ik daarbij aangesloten. Voor Gijsbert is de muziek meer dan een hobby alleen. Ja, mijn hele leven heb ik iedere week meerdere activiteiten die met muziek te maken hebben. Ja, stel dat dat nou spontaan weg zou vallen, dan denk ik dat ik de hele week stil op het bankje ga zitten om tv te kijken. Ik zou altijd niet weten wat ik moet doen. Voorlopig heeft Gijsbert daar geen tijd voor. Samen met Ron heeft hij zijn eigen bedrijf. In de schuur van Ron repareren ze instrumenten van allerlei verenigingen. Ja, dit is inderdaad wel gewoon een goed drum, van de betere merken. En dan is het ook wel waard om daar een keer wat aan te spenderen door het een keer op te knappen en nieuwe vellen erop te leggen. Deze snare drum is nog uit de jaren 70. Er zijn hele mooie trommeltjes. En klinkt ook echt goed, zeg maar. Dat gezien als een collectors item. Ja. Er is binnen de meeste verenigingen, het is niet overal zo natuurlijk, is gewoon wat minder aandacht voor het slagwerk. En dat zie je zowel in het muzikale aspect, dus de aandacht die er vanuit dirigenten gaat richting die sectie. Maar ook als het gaat over materiaal. En dat heeft er denk ik vooral mee te maken dat je neemt een set pauken niet mee achter in de auto naar huis om het te oefenen.
Dat past gewoon natuurlijk niet. En ja, door daar bij verenigingen over te praten, ja, blijkt inderdaad dat ik bij zichzelf denk van ja, er is veel meer te doen aan slagwerk dan alleen maar er een keer op slaan en vervolgens de boer weer terug het hok in rijden. Ja, en daar ligt voor ons de kans om wat te kunnen verdienen natuurlijk. Het is de mooiste hobby die er bestaat, muziek maken. Je bent bezig om met dingen die je zelf leuk vindt, andere mensen ook te plezieren. Je speelt zelf, dat vind je leuk. En de mensen die komen luisteren, die vinden dat ook weer leuk. Dus ja, het is voor iedereen een win-win situatie, zeg maar. Ik ken Ron al heel lang. Wij spelen al jaren bij verschillende verenigingen waar we elkaar tegenkomen. Ik help regelmatig mee bij de vereniging waar Ron lid is. Ja, op een gegeven moment is na een aantal jaren samen heel veel muziek maken en bij elkaar over de vloer komen, is dus een keer het idee ontstaan van goh, moeten we met dat onderhoud aan instrumentarium, is dat niet een idee voor ons? Ja, die hobby is langzaamaan uitgebreid en het is een hele mooie samenwerking die we daarin hebben. En er wordt flink wat afgeknutseld bij Ron thuis. Het is leuk werk hier zo. Een beetje de polder in kijken. Dat hebben we bij de vaste baan door de week helaas iets minder voor elkaar. Ik werk in de consumentenelektronica. Dus, naast de slagwerkgarage ben ik nog 3 dagen actief bij mijn baas. Daar heb ik een beetje de vliegende kiepfunctie tussen de verkoop en reparatie, bezorging. Ja, dat is wel de doelstelling om het uiteindelijk fulltime te kunnen doen. En wellicht als dat een beetje leuk wil lopen, dat we dan naast de ruimtes die we hier kunnen gebruiken en de garage bij mij thuis, dan ook dat we naar een kleine showroom kunnen gaan kijken. Het Streekfestival is al over 2 weken. Kosten nog moeite worden gespaard om het stuk in de vingers te krijgen. Naast de maandagavonden zijn er extra repetities in het weekend. En dat gaat best lekker. Dus nu is een periode dat we in de voorbereiding zitten voor het Streekfestival. En nou ja, goed, dan hebben we muziekwerk en dat gaat groeien. En nou gaan we genieten. Dit werk, ik heb nog nooit een werk meegemaakt. Dan dacht ik, joh, dat is voor mij om stukken eruit gewoon niet te spelen. Zo hoog was het ook. Ze beginnen 's morgens om 10:00. En nou, eigenlijk gewoon de hele dag door repeteren. En met af en toe natuurlijk een pauze en een beetje kletsen en doen. Maar dan heb je wel de tijd en ook een beetje de rust om veel te oefenen. Want op maandagavond 2 uur of 2,5 uur is het natuurlijk best gauw voorbij. Of alle repetities zin hebben gehad, zien we volgende week in Met de Muziek mee. Graag uw aandacht voor het Amos Fanfarekorps onder leiding van Floris van der Kooi. Nou kregen we een papier om stukken in te leveren. Daar stond Vita Interna ook op. En er waren bepaalde leden die het met plezier inleverden.